Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Het wordt opnieuw een zonnige dag. We zien wel wolkenvelden op de satellietfoto, maar die trekken over Engeland en de Noordzee en die komen ook niet dichterbij. Halverwege de ochtend is de temperatuur al flink opgelopen, na zo'n 24 tot 27 graden, dat alles bij een matige Zuidoostenwind. Vanmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 30 graden in het uiterste noorden, tot plaatselijke 35 graden in delen van Brabant. De wind aan de kust kan langzaamaan van zee gaan waaien en dat zorgt dan op de stranden voor enige afkoeling. Vanavond blijft het ook nog lang helder en zomerswarme temperaturen boven de 25 graden, misschien zelfs nog rond middernacht en echte zoele avond dus. Morgen begint de dag met veel zonneschijn en eigenlijk de hele dag houden we de zon vast. In eerste instantie loopt de temperatuur stevig op, maar later draait de wind naar de noordelijke richting en dat zorgt in de kustprovincies voor wat afkoeling. Verder landinwaarts inwaarts wordt het opnieuw tropisch warm. Zaterdag en zondag is de weersverwachting wat onzeker. Er regen en onweersbuien kunnen roet in het eten gaan gooien. Als het meevalt, dan wordt het in het binnenland nog steeds tropisch warm. Vanaf maandag koelt het overal af en vallen er een aantal buien. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl